Oei, die gaat er een over zijn dak. Ik weet het zeker. Een middelend over zijn dak. Die werd getoucheerd en die ligt in de grindbak. De vraag is, wie is dat? Is dat Montero of is dat Albers? Het is Albers. Christian Albers ligt ondersteboven in de grindbak. Ik weet het zeker. Kijken wat de Italiaanse regie doet. Hij werd getoucheerd bij het naar rechts sturen op zijn achterwiel. Die auto tripte. Ligt ondersteboven. Bovenaan ook gele vlag. Waar blijven de beelden? Daar is het. Het is de middelend. Doktoren zijn er direct bij. Die gaan mee bij de start. Het is de auto van Albers. Links in beeld. Kedeng op de rolbar. En drie keer over het hele dak. Albers die daar in een touché kwam met Yuji Ide. Ide die hem gewoon op zijn achterwiel rijdt. En ik zeg, middelend moet gaan praten. Ide moet eruit. Niet omdat het een Nederlander is, maar een heftige crash voor Christian Albers achter in beeld. Taf. Eén keer op de rolbar. Twee, drie en vier. Ons achterstevoren het beeld binnenkomen glijden. In bocht 16 een hobbeltje. En die auto is te hard geveerd in ons. En waarom is die boos? Omdat Trulli in de weg zat. En Vettelt. Kijk. Che passa, een echt Italiaans gebaar. Met Jensen Button overvreten uitlaat. Zorgt voor een klein brandje. Hij spinde later nog even van de baan. Daar zien we dat gebeuren. Alguersuari met onderstuur. En zo vuil is het dan. En dat zand daalt weer. Ho, tuurlijk joh. Timo. Maakt niet uit. Alhoewel ze ook wel weten dat het gat met de kop behoorlijk groot is. In twee delen. Hamilton even een probleempje bij het aanremmen. Ja. Bam. Wow, Petrov gewoon in één keer helemaal kwijt. Weer in de... Rijdt iets te ver op die curb. Dan haal je gewoon kracht weg. Had je dan van Hulkenberg zeggen, ja. Oké, dat helpt dan niet. Dat is duidelijk. Deze heren zijn er dus niet meer bij. Oeh, Webber is hem kwijt. Mark Webber, leider in het kampioencurbs. Raakt hij ook nog de auto van Nico Rosberg? Moment van die Gracia, de achterkant glijden. Nou, ben benieuwd. Oei, en dan is er vuil. En hij stuurt in. Ja, Buemi zit er echt niet ver genoeg tussen. Raakt hem ook. Nou, dat niet helemaal, maar er is een hoop schade. 53-0, hier het moment vanaf de auto van Buemi. Bam, juist. Links, rechts. Oh, die is hard. Zijdelings gewoon. Gelukkig hier uitstapt. Maar kijk, hij is een beetje wiebeldiebabski. Die een straf voor gaat krijgen. Verliest hier zijn auto tijdens het remmen. Wordt zelf uitgeschakeld. Vellinger. Oh, mega klapper. Een zware crash in de Dunlop van Danny Kvyat en een rode vlag. En dan? Dit is raar. Oeh, eigen fout. En gerold. Hij rijdt gewoon links te ver naar buiten, net als we dat Eriksen hebben gezien. Kijk, hij rijdt zelf het gras op. Ja, dan is het de tankslepper 1, tankslepper 2. En een rol. Eén rijtje bandenstapels maar daar, zeg. Poe. Huppatee, achterkant kwijt, in de banden, klaar. En dat voorzitter. Maar zijn auto was niet helemaal goed. En dus spint Felipe Massa. Zelfde punt. En ook Kobayashi spint. Het enige wat hier... Haalinkje van Alonso. Dit was het moment. Dat kostte hem zijn kop. Er kan ik meer als we terug zijn in Turkije met het vervolg en de top 10 qualifying van... Wow, big one. Ja. Want als hij op een setje zacht wil beginnen waar je ook de kwalificatie... Weet je, mag er ook. Wow. Ja, daar liggen de plaggen van Dinis. Ze moeten er gewoon omheen rijden. Kijk eens even. Goeiedag zeg. Ja, welke rescue marshal heeft er de guts om die weg te halen? Ik zou het hem niet adviseren. De coureurs er één keer voorbij zijn. Kijk eens. Dinis neemt gewoon een compleet voetbalveld mee. We weten dat de Brazilianen van voetbal houden, maar dit vind ik toch wat ver gaan hoor. Goeiedag. 19-16, boven de... Oh, bang, eraf. Code rood en Ralf schrijft de Toyota af doordat hij de binnenkant van tabak raakt. En dat is een harde klap. De water heeft ingeschakeld. Daar een probleem voor Martin Brundle. Is gespind bij het uitkomen van de bocht. Kijk, daar komt hij. Hoppata. Bij Café de Paris. Hoppo, in de vangrail. Achterwieltje lek of stuk. Sowieso lek. En dat hele veld schuift daar in elkaar, hè. Achter Eddie Irvine ziet u een hele batterij auto's rijden. En dit komt wel eens echt het verhaal van worden van de 10 kleine negertjes. Want het is gewoon een kwestie dat je er moet zorgen dat je er blijft en dat je er bent. Goed voor de markt waar de Hill is ook in de muur terechtgekomen. Damon Hill heeft ook die muur getoucheerd. Daar komt hij aan op de curbstones. Je verplaatst jezelf een meter naar links. Te veel overstuur, knets en weg. Het is een uit prima start van de McLaren's. En Montoya is de lul, zeg, niet normaal. Valt helemaal terug tot achter Barrichello. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Montoya is helemaal het bok.
Bocchi. Stappen naar buiten, verdedigt zijn lijn op zijn Barrichello. Barrichello duikt hem ernaast in. Is er ruimte? Krijgt hij ruimte? Nee. Verstappen laat hem staan. Ferrari Maes. Maar ja, dan Vermogen. De volgende bocht is linksaf en het voordeel is nu voor Rubens Barrichello. De volgende is weer rechtsaf. En Jos laat hem staan. Wow, wat een mooi gevecht. Wat is daar gebeurd? Dit is een heel, heel zwaar ongeluk. Safety car en Alonso. Jeus, wat is die kapot. Wat een klapper zeg. En wat een geluk dat we Fernando Alonso zien wandelen. Een compleet totaal losse McLaren. Kijk, Alonso. Hij rijdt er tegenaan. Bam, op de muur. Dan is er niks meer, hè. En dan gaat hij rollen. Jeus, is wat een klap. Hetzelfde punt waar ooit Martin Brundle er in de openingsfase vanaf ging in een Jordan. En we hebben een code rood. Naast mij zitten de Brazilianen. Die worden natuurlijk helemaal gek. Die worden helemaal stanakel gek. Ploffen de ramen er zo direct uit of niet? De rechterkant van de neus hangt eraf en naar een mega crash. Dat is Jarno Trulli die daar toucheert. Ik denk met Soetil. Ja hoor, de heren zijn wild. Daar rent Jarno Trulli. Kijk hem kwaad zijn. Op Soetil. Kijk hem kwaad zijn, die Jarno Trulli. Jij doet het fout bij het uitkomen van die knik. Ja, zo gaat het lekker. Oh, en Trulli is ongelooflijk kwaad. En Soetil wil het maar uitleggen. Trulli wil het niet horen. Naar binnen gegaan. Kovalainen is naar binnen gegaan. Kijk. Is daar nog meer kapot? Want die auto heeft, wat mij betreft, dat kan ook nog even lekker band zijn. Daar Kovalainen. Oh, die slang. Oh my god. Hij doet een Christian Albers. En daar is Slam. Vlammen bij de wagen van Räikkönen. Die heeft geluk, zeg. Ja, dit is listige shit. En dit is ook vet. Hier rijdt hij weg. Daar rijdt die slang weg. Daar is die spray. Het is zo warm. Bam. Eens kijken. Dat vart heel snel. Vlammen is gelukkig weer weg. Räikkönen heeft hier geluk, hoor. Stappen keurig aan de kant. Oh nee, mijn god. Op hetzelfde punt waar het in 94 fout gaat, rijdt Jos Verstappen tegen de leider van de wedstrijd aan. Ik word gek. Juan Pablo Montoya op een exact dezelfde manier waarop Ralf Schumacher de race verlaat. Berooft Verstappen hier Montoya van een overwinning. Oh nee! Dat is hopelijk de regen. Laten we dat zien. Hij gaat aan de kant. En daar klimt hij eroverheen. Hij gaat aan de kant op dezelfde punt waarin hij in 94 in de grindbak terechtkomt. Komt hij hier. Kijk, aan de kant. Hij gaat erachter. En dan moet Montoya te vroeg geremd hebben. Een inschattingsfout. Oh mijn god, wat een ramp. En een aanval daar van Montoya en Schumacher. En Juan Pablo Montoya trekt een lange vinger richting de Duitser. Wheel banging all the way in de Senna d'Huez. En Juan Pablo Montoya leidt voor de eerste maal in zijn carrière in de Formule 1 race. Want die kent uit Amerika die safety car situaties. En die weet hoe hij daar moet starten. En een megaklap weer met Ralf Schumacher en Rubens Barrichello. Een wiel. Barrichello uit de strijd. Te gretig. In de grindbak op de plaats waar in 1994 Jos Verstappen ook naar beneden rolde. Een touché op de achtervleugel van Ralf Schumacher. Dat is de tweede maal dit jaar dat het hem gebeurt. Die doen. Men staat klaar bij Ferrari. Daar komt David Coulthard binnen. Lijkt hier harder te rijden dan op de baan. Rijdt zo naar binnen. Einde verhaal. Sloes. En zo zie je dat het almachtige McLaren, waarbij Ron Dennis de laatste tijd te hautain werd. En riep van ach ja, ze mogen wel wat dichterbij komen. We hebben nog wat reserves. Hier keihard afgestraft worden. En hier zijn we aan boord bij Max Verstappen. 1-10. Oh nee, hij is hem kwijt, maar hij houdt hem. Holy shit, wat een autocontrole. What a car control. En weg P2. Elk andere... Nee, niks weg P2. Niks weg P2. Oh, ik ga eens doen wat hij mag. Fuck that shit. Iedere ander hangt hem in de muur. Elke ander is hem kwijt. Maar niet Max. Heart attack. Jezus. Wel een hele grote waarschuwing aan het adres van de Nederlander natuurlijk. Zo de knetters. Offline hier. Hier gaat hij. Let op zijn hoofd zo dadelijk. Hij gaat naar links kijken. Bam, hij kijkt naar rechts. Nu kijkt hij naar links. Nu laat hij zijn rem hier los. Dat is het moment. Dat redt hem. Wow. Well held, Max. Well held. Yeah, heartbeat went a bit higher there. Holy Moses. Kijk dit. Dit is al een wonder. Het hart valt terug naar plaats 4 en Villeneuve. Oh, Kleng. Schade. Zwaar ongeval. Herstart. Coulthard is eraf.
Het hele veld rijdt erin en Verstappen rijdt er doorheen. Dit is een megaklapper waarbij wij een gigantisch probleem hebben in Spa-Francorchamps. Want dit betekent dat er heel veel coureurs de wedstrijd niet zullen gaan aanvangen. En hij komt voor de deur bij Mark Webber. Die was al gestopt. Dus is dit gewoon een gevecht voor positie. Wow, Webber, wat een ballentoonje daar dan zeg. Zo, de knetters. Oh nee, man, wat een crash. Bij het insturen doet Kobayashi alles fout. Hier kan Lewis Hamilton niets aan doen. Boom. Goedemorgen, wat een wereldstart van Pastor Maldonado. En daar Lewis Hamilton in de problemen. Oh, en Grosjean en Alonso. Auto van Grosjean. Boom. Oh. Man, wat heb je dan een geluk zeg. Niks aan de hand, niks aan de hand. Verrot. En daar komt het een en ander langs vliegen. Fucking hell. Bam, waar moet je in godsnaam heen? Juist. Weer een startongeval met Romain Grosjean die wedstrijden uitrijdt of probleem. Yes, Michael is on a one stop. Yes, Michael's on a one stop. Wow, Kimi Räikkönen, what the fuck doe jij daar nou? Geweldig. Oh, en een klap van Salo. Mika Salo. Hard eraf gegaan en daar staat Herbert ook stil. Dat is in de herpin. Er gebeurt hier werkelijk bijzonder veel en dit zal de volgende pacecar situatie oproepen. Salo eraf gegaan bij het uitaccelereren, daar waar eerder zijn teamgenoot de plaggen oppikt. En daar staat Herbert gespind bij die herpin. Even in de steek en daar een spin en een fout gebroken. Achtervleugel is dat van Takagi. En heeft hij nog iemand in zijn vlucht meegenomen? Jawel. Ah, Nakano is er achterop gereden. Atuero, sorry. Nou, die komt ook wel van heel ver. Takagi heeft hem nooit gezien. Wat een klap zeg. Takagi heeft hem echt helemaal nooit gezien. Hij zit hier ook te kijken van, oké, okay, the eagle has landed. Waar kwam die vandaan? Het internationale signaal van vriendschap wordt nog even tussen de beide heren uitgewisseld. En hij is niet blij, ja. Hij kwam ook van ver. Gele vlaggen. Een wandelende man langs de baan. Is dat een fotograaf? Of is die man gewoon niet wies? Wat doet die man daar? Wat doet die man daar, joh? Jezus. Oké. Ik zou hier een safety car situatie van maken. Wat is dit voor iets? Ja, die is al. Fuckeroni. Oké, daar gaat de voorsprong van Hakkinen en Koel. Natuurlijk gun je dat die jongens niet, maar dit is een partij vette shit. Gaat het? Ah, zie het? Oh nee! Villeneuve valt nog stil vanaf de vijfde plaats. Ik roep het net, dat ding haalt het niet altijd. En nu heeft Eddie Irvine 1 punt en Marc Genet 2. En nu wordt het interessant voor Hakkinen, want nu kan hij een do-or-die poging doen bij Eddie Irvine voor een WK-punt. Volgende McLaren! Yes! 18e ronde, hetzelfde probleem op dezelfde positie die rookt. Dat komt omdat daar de uitlaat zit en Ron Dennis heeft een megaprobleem. Wow, wat een drama voor Hakkinen. Leidend hier in Melbourne. In Albert Park ploft ook zijn motor en Ron Dennis kan gaan inpakken. Dat doet enorm pijn. Met een Honda. Oh, daar gaat het helemaal van met de beide Jordan-coureurs en Rubens Barrichello. Dit is een herstart. Een Coulthard zit erbij, daar knallen. Oei. Zwaar ongeval in de Formule 1, zoals we het in Spa gezien hebben. En Pedro de la Rosa is met zijn arrows vol in dat ongeluk terechtgekomen. Een zware crash voor Pedro de la Rosa. Lichten gaan op rood en dat betekent dat de hartslag omhoog gaat en ook de toeren. Hoe gaat het met Juan Pablo Montoya en Ralf Schumacher die heel goed weg zijn met z'n tweeën. En Coulthard is beter weg. Schumacher heeft een probleem. Michael Schumacher gaat weer niet scoren en een megaklapper van Luciano Berti die hem niet ziet. Schumacher krijgt Luciano Berti vol over zich heen. De baan wordt bezet op dit moment. Is Martin Brundle in de laatste ronde stuk gegaan. Zonder dat we het de derde plaats hebben. Daar is Brundle. Yes! Martin Brundle is stuk. Ongelooflijk. Maar Jos Verstappen wordt dus derde. En dit is het bewijs. Blijven. Ja, hoe dom ben je dan als je Vitantonio Liuzzi heet? En er hangt overal geel en er staat een safety car. En je rijdt bijna die safety car in tweeën en die tractor die er rijdt. Zo, de knetter zegt, dan mis je er een paar op bovenin.
maar 5 in 1 bocht. Dus ja, je kan een keertje punten halen met je Italiaanse hoofd. Afschrijven die man.